Goedenavond, dames en heren, hier in Heerenveen. Vandaag KPN nummer 4. Mijn naam is Sam van Diepen en als sidekick heb ik vanavond... Berber Vonk. Berber Vonk natuurlijk bekend van het inlineskaten en ook het schaatsen, het marathonschaatsen. En 2 weken geleden onfortuinlijk gevallen in Den Haag. En vandaag dat ze dus vandaag hier vanavond in Heerenveen zit. Ja, dat klopt. De voorstellingen van de rijdsters. We zien daar Lolo Brigida, Francesca. De dame in het wit, Marijn Kroeg-Groenewoud, Manon Kamminga. En daar ook zien we Bo Wagenmaker. Ja, 7 keer winst achter elkaar. Ja, dat is veel. En dat is veel. Het zou zomaar vandaag 8 kunnen worden. Het zou zomaar 8 kunnen worden. Maar het is toch interessant, we zagen het al in Amsterdam, dat Lolo bij Irene op de trek haakt. Ja. En Marijke Groenewoud gaat met de winsten vandoor. Die gaat er inderdaad vandoor. Ja, dat zijn ook wel de mooie dingen, denk ik. Dat, op dat soort momenten moeten de andere dames hun kans pakken. Ja, nou zeker. Kijk, en dan vanavond weer Schouten erbij. Kleibeuker en Lolo. Ja, het gaat snel. Dat geeft spektakel. Zeker. De druk van Schouten om toch die 8e keer te pakken. Want ja, Amsterdam pakten ze niet dit jaar. Nee, mooie uitdaging. Is een mooie uitdaging voor hem. Ja, wennen. Lolo in het oranje pak. Ja, dat is zeker wennen. Ja, Groenewoud. Natuurlijk ook terugkomend van een vervelende ziekte. Ja. Ja, daar heeft ze lang mee gezeten. Heeft ze heel lang mee gezeten. En dan valt het me toch mee dat ze zich zo manifesteert dit jaar. Ja, ze rijdt goed. Dat was... Het was zeker nog niet bedacht. Ik sprak haar zelf dat ze zei van, nou, ik kijk er zelf ook van op. Ja. Ja, groot talent. Nou ja, je kent haar uit het inlinen. Ja, zeker. Daar heeft ze... We zien daar op dit moment aan de kop, 58, Lianne Burger. Ja, iedereen zoekt zijn plekje. Het is natuurlijk, we zagen het net al bij het beloftepeloton, de tempo lag ontzettend hoog. Altijd op het snelle ijs hier in Tialf. Het is altijd de vraag, je memoreert het zelf nog, hoe de bochten zich houden hier. Ja, klopt. Ja, lange baners die meedoen vandaag. Ja, ik zag Achtereekte. Ja, Esmee Visser rijdt. Esmee Visser, die zagen we aan de start. Goed, als je naar jezelf kijkt, wat doe je liever? Doe je liever nou het inlijnen of het schaatsen? Of is het een gewetensvraag? Ja, ik vind het toch lastig. Maar de combinatie vind ik toch wel het leukste, denk ik. Want ik ben niet zo van het stilzitten en in een seizoen eigenlijk geen competitie rijden. Dus deze afwisseling is wel, bevalt me wel. Oké. Okay. Ja, soms natuurlijk even omschakelen, maar...
Ja, we zagen daar achterreekte voor Van der Stelt, Nauta, Maya de Jong. De dame van het kunstijs, van het herstel van het natuurijs. Had in mijn beleving wat moeite met de start dit seizoen. Ja. Maar ja, ik denk dat hij de doelen inderdaad weer op de natuurijs heeft gelegd. Maar goed, we weten dat ze... Ze wil altijd graag presteren. En als het dan niet lukt, dan wordt ze er niet vrolijker van. Nee. Ja, het seizoen is nog jong eigenlijk. Hè? We zitten in de vierde wedstrijd. We zagen er ook Achie Walsma naar voren schuiven. Het is toch op het begin wat zoeken. Ja, zeker weten. Je ziet inderdaad nu ook echt iedereen de plek zoeken. En op dit soort momenten is het nog makkelijk naar voren te komen. Je ziet toch, we hadden het voor de wedstrijd er nog over, dat we waarschijnlijk weer de Siamese tweeling Schouten Lolo Brizia. En we zijn een rondje of zeven in de wedstrijd en we zien dat ze alweer aan elkaar vastgekleed zitten. Ja, ik denk dat deze wedstrijd ook zo gaat blijven. Merel Bosma. Dames van de Kuller. Geest die zich weer daarvoor inmeldt. En daar links zien we natuurlijk de trein van het peloton. Ja, Carlijn gooit de snelheid alweer om. Ja, als die tempo hoog gooit, dan is het eigenlijk voor het voor 90% van de dames al niet meer het tempo om er overheen te gaan. Nee, zeker niet. Nee, Karin die rijdt één tempo hard. Dat houdt ze ontzettend lang vol. Dat is heel lang vol, ja. Ja, die heeft al menig wedstrijd voor Irene geregeld. Zeker weten. Ja, als die de laatste vijf ronden op kop zit, Karin, dan kom je er niet met gemak omheen. Nee, dan is het klaar. Ja. Goed, het is mooi om te zien, hè? Esmee Visser daar op kop. Ja. We zagen er afgelopen weekend bij de Mastart natuurlijk ook rijden. Helemaal in er eentje, geen ploeg om erheen. Gewoon knalhard op kop rijden. Gewoon gaan. Gewoon gaan. Ja. Kijk, en dat is toch wel mooi dat soort rijders nu ook meerijden. Want die durven een beetje olie op het vuur te gooien. Ja, die moet je er gewoon af en toe tussen hebben zitten. Om de wedstrijd ook mooi te maken. Janneke Enzing. Voor de kop. En het zal mij toch benieuwen hoe de A6-formatie vandaag gaat reageren op dat het EWR en Lolo Brizia daar verhaal. Ja, ik ben er ook benieuwd naar. Want het is natuurlijk Kamiga, die gaat weer goed. Kijk, die rijdt daar... Die rijdt even binnendoor. Die rijdt even binnendoor. Dat is dan toch weer handig dat je een aantal jaren inlijn hebt gedaan. Dat zie je toch, dat de inliners die zijn brutaal. Ja, ja. Dat wordt niet altijd in dank afgenomen. Nee, zeker niet. Nee, we zien de kleine gaatjes en die pakken we dan ook. Ja. Ja, links, rechts door het peloton. Ja. Ja, sommigen inderdaad vanuit de marathon zien dat niet helemaal aankomen. En dan kan er wel eens wat kwaad op je gereageerd worden. Ja. Dat is
Mieke van Maren. Sarah van Vliet. Wie vanavond van jouw team zijn er gestart? Nienke Pelikaan en Achie Balsma. Oh, oké, okay. Ja. Beide dus. Ja. Ja, Nienke en ik hebben een cijfertjewissel gedaan. Nienke die lag begin van het seizoen uit door sleutelbeenblessure. Ja. Nou, en toen zij weer mocht beginnen, lag ik eruit. Zo zijn nog geen wedstrijd compleet geweest. Oh, nee, dat is wel jammer. Hey. Nou, we zien dat de dames van Sirius ook voorin. Kelly. Kelly Schouten. Ja, Maaike Verweij. Ja, Maaike Verweij. Was voor mij toch verrassend dat zij bij Sirius kwam? Ja, voor mij ook. Ja. Ja, die had ik niet zien aankomen. Maar een mooie kans voor Maaike. Nou, zeker weten. Zeker om met die club te rijden. Ja. Anderlein Zijl. Ja, valpartij. Gevallen. Twee van hetzelfde team. Dat is helemaal. Anderlein Zijl. En Janneke Elsinga. De dames van IM Farming. Ja, en dan wordt het loodzwaar om dat weer terug te gaan halen. Zeker op dat snelle ijs hier in Tielf. Dat wordt niet makkelijk. Daar Visser weer op kop. Ja, die heeft een plekje op kop wel gevonden. Maar die is natuurlijk niet helemaal onbekend in het marathon. Want die heeft nog bij Poort of Amsterdam gereden één seizoen. Dat klopt. En dat jaar daarna, toen ging de lange baan kwam voor. Ja. Olympische Spelen. Nou, de rest is bekend. Dat is zeker bekend bij iedereen. Ja, daar heeft ze veel indruk gemaakt. Maar ze worden de gaatjes toch weer dichtgereden elke keer. Ja, iedereen kijkt ontzettend naar elkaar. Kamiga controleren daarvoor in. En die, zelfs voor Kamiga als sprinter, die is laatst de leidersprijs in de wedstrijd te winnen. Dat is knap. Ik zeg tegen haar, hoe kan dat nou een sprinter? Ja, ze zegt, dat komt toevallig zo uit en op een gegeven moment dan ga je hem gewoon pakken. Ja. Ja, als je eenmaal zo ver bent, dan laat je hem ook niet zo snel meer gaan. Ik zie weer Visser. Tjalma met goud aan de vorige ronde, de laatste doorkomst. Een kwart van de wedstrijd erop zitten. En voor degenen die thuis net inschakelen. We rijden met één groot peloton rond. Die dames die hiervoor ziet rijden dadelijk van IM Farming, die zijn gevallen. Die proberen weer terug te komen in het peloton. En dat is zeer lastig. Het tempo ligt hoog. Hier vanavond in Tielf op het snelle ijs. En je ziet daar weer Visser. Aanval van achteren. Aanval van achteren. Die wordt ingeleid door Nicky van Leeuwen van Mastermind. Ja, die dames van Mastermind, die het begin van het seizoen, dan zie je ze eigenlijk niet. En hoe verder het seizoen vordert, hoe meer die dames naar voren kruipen. Zeker weten. Je hebt ze inderdaad, je ziet ze steeds vaker. En het zijn dames die hard kunnen doorrijden. Dus als je die mee hebt in de kopgroep, dan... Maar het moet wel eens lukken voor ze. Ja. En dat is wel eens jammer, dat een ander dan net die slag pakt. Ja. Van der Geest, de Schouten. Lisa Dul. Jou ook niet onbekend. Nee, ook vanuit de inline. Ook vanuit de inline. Maar ik vind het toch wel leuk om te zien dat Adema, die heeft eigenlijk op dit moment in het Sirius-team.
in het Sears team, heeft hij toch 4 inliners. Ja, klopt. Schouten, Dul, Groenewoud. En Verwij. En Verwij. Ja, ja, het skielerspelletje lijkt eigenlijk heel erg op het van de marathon. Er zijn veel overeenkomsten. Gardena Smart System. Kijk, daar gaan de dames van Turner. Merel Bosma, laatste weken, vanaf het begin van het seizoen al in de aanval. Ja, die zie je vaak voorin. Ja, die, ik heb af en toe wel eens het idee dat die te hard werkt. Maar ja, als je niks doet met de reizigers waar we het net al over hadden, met de Schouten, met de Lolo Brigida, ja, dan... Dan breng je ze naar de finish. Dan breng je ze naar de finish, dus je moet iets doen. Ja, er wordt nu gekeken hoe je het zo moeilijk mogelijk kan maken. Ja. Maar ja, er zit een kleine spelbreker. En die dame rijdt nu op dit moment op kop. En die rijdt een moordend tempo. En die is hier gewoon aan het trainen, heb ik het idee. Ja, die maakt de rondjes. Die maakt de rondjes. Kijk maar, Kleibeuken, die controleert op dit moment. En die gaat waarschijnlijk over een rondje of 10 weer het tempo wat opvoeren. Kijk, Kamiga. Emma Engbers. Ja, die dames die moeten wat gaan proberen. Ja, en je ziet ook dat ze steeds proberen en iedereen gaat. Al zie ik af en toe wel dat ze wat moeite hebben met de bochten, geloof ik. Ja. Ja, die hebben flink te leien. Ja. Ja, Esmee Visser die weer op kop loopt te beulen op een peloton. Die loopt de gaten weer dicht te lopen. Ja, toch 5 dames nu een meter of 50 los. Ja. Van der Stelt, Nauta, Kelly Schouten, Jeroen Kamminga, Emma Engels. De voorsprong is nu een kleine 2 seconden. Op dit punt in de wedstrijd is dat natuurlijk nog makkelijk dicht te rijden. Nou ja, Visser die offert zich op. En dat is mooi voor Kleibeuken, want normaal wordt die gebruikt natuurlijk om de gaatjes dicht te rijden. Ja. Ja, die kan nog wat energie sparen op deze manier. Die spaart enorm. Ineke Derde ook altijd sterk. Ja. Ja, die zullen ze ook niet veel ruimte geven. Nee. Dat is ook een vrouw die als ze eenmaal weg is, heel goed weg kan blijven. Ja. Esther Kiel. Esther Kiel. Kijk, en daar de dame van volgens mij een achtereekte. Ja. Als je ook ziet met wat voor gemak of die dan uit zo'n peloton springt. Ja, in de hoek rijdt. Gewoon op techniek. Ja, die hebben de snelheid in de benen zitten. Nou... 30 rondjes op zitten. En dan zie je het Kleibeuker. Controleert. De Derde, Elsemieke van Mare, Achie Balsma. Maar goed, ik las ook 36 Nederlandse titels heb je. Ja, dat klopt. Ja. Dat zijn er veel. Dat zijn er veel. Zit daar die ene schaats, zit die daarbij? Met ja. Die NK, A-junioren won. Ja. Die zit ertussen. Ja, dus het zijn 35 inlijn en 1 van het schaatsen. Okay. Ja, vanuit de juniorentijd, ja, pupillen, dan gaat het snel. Dat gaat snel, ja.
ja, met inline heb je natuurlijk allemaal verschillende afstanden. Dus dan loopt het al aardig op. Dan zien we eindelijk ook Irene Schouten zich voor inmengen. Hebben we nog niet gezien. Hoeft het natuurlijk eigenlijk ook nog niet. Gaat nu toch mee. Gaat nu toch mee, ja. Hendricks. Dan zagen we Enzing, Bosma, Aardigheid, Chalma. En dan op die zesde positie zagen we doorkomen met Schouten. En die heeft Esmee Visser. Zit kort erachter. En dan naar die tiende plaats zien we daar Lolo Brigida. Blijft altijd kort achter Irene zitten. Ja. Nou ja, op dit moment heeft Lolo dus een, iemand op de trekhaak. Marijke Groenewoud, dame in het wit. Ja, die zal ook wel de opdracht hebben gekregen om licht bij Lolo te blijven. Marijke kan ook hard sprinten. Ja, inderdaad. Op dit moment nou ja, Lolo. Lolo Brigida, Schouten, Kamminga. Dan zien we Kelly Schouten weer voorin. Ja, dat vind ik altijd jammer voor Kelly. Is vaak net niet. Nee, klopt. Ze doet zo ontzettend haar best. Of een valpartij, of net naast het podium. Het is een hele harde werkster. Ontzettend. Zit ook vaak bij in de kopgroep. Van de Geest met Schouten. En dan Anna van der Bos. Weer zo'n dame uit het inline skaten. Ja. Lange baan, vaarwel gezegd. Helemaal voor de marathon. Vorig jaar natuurlijk het wit won, Bianca Bakker. Keulstra. Iris van der Stelt. En Pien, als je die eenmaal aanzet, dan kan ze ook blijven rijden. Zeker. Die kan lang weg blijven. Een dame die gek is van trainen, volgens mij. Ja. Die doet niks liever dan trainen. Nee, dat heb ik inderdaad ook gehoord. Maar dat kan je ook goed terugzien. Esmee Visser die er weer naartoe Kijk, rijdt. Visser, die probeert mee te gaan. En dan Kleibeuker die weer controleert. Een valpartij. Oh, een valpartij, ja. Ja, Keulstra, Van der Stelt, Enzing en Visser. Kleibeuker daar alweer kort achteraan. Ja, nu gaat het hard. Peloton ook op één lint. En dan zie je toch dat het toch lastig is om dat tempo vast te houden. We zijn natuurlijk bijna half koers. We zien hier Jaren van der Molen, ook weer helemaal terug. Ja. Die was natuurlijk vorig jaar in Amsterdam. Ja, met haar hand. Met haar hand. Klopt. Dames van Mastermind. Kijk, we zitten rechtsonder in beeld. 43,4 km per uur gemiddeld. Dus dat wil zeggen dat er ook nog veel harder gereden wordt. De snelste ronde, 28,9. Bijna 50 km per uur. Achter Ekte. Vandaag een beetje als gastrijdster. Ja. Het is toch leuk om te zien dat ze van Jumbo die dames dan hier laten rijden. Jessica Merkens, Lisa van der Geest en Kelly Schouten bij de laatste doorkomst.
Ja, toch moet ik nog vaak wennen aan dat de andere meiden andere pakken aan hebben. Dat is dat altijd je, het begin van het seizoen. Ja. Dat je denkt, oh ja. Ja, die. Vermeer, Walsma, Bosma. Achterreken tempo lijkt weer omhoog te gaan. Dat kunnen we thuis natuurlijk ook zien. We gaan zelfs één langgerekt lint over dat ijs. Bosma achter Eekting. En Engels. Op dit moment wordt de bel geluid voor de premies. Dat geeft natuurlijk altijd wat opschudding in het peloton. De sprinters gaan naar voren. Dat geeft ook weer wat ruimte om eventueel door te rijden na die sprint. Al vind ik dat je dat weinig ziet. Ja, klopt. Ik had inderdaad ook vaker verwacht dat de meiden door gaan rijden. Maar ze kijken toch vaak naar elkaar. Ja, een andere tactiek zou zijn van nou, je laat een aantal van je team laat je rijden en dan kom je er overheen met degene die volgen. Ja, zeker. Van Leer, Kiel, Engbers. Misschien dat de dames van de lange baan een mooie tactiek hebben. Nou ja, je ziet het al, Visser achterreken, dat is gewoon tempo houden. Ja. En je ziet het daar linksboven in het beeld, dat rood, wit, blauw en dat oranje, die zijn weer aan elkaar verbonden voor nog zeker 36 ronden. Ja, meiden zoeken contact met de ploegleiders aan de kant. Van ja, wat gaan we doen? Ja. En hoe gaan we het doen? Want ja, Kleibeuker, die kan hard rijden. Nou, vandaag hebben ze dus niet alleen last van Kleibeuker, maar ook van Visser en Achtereekting. Ja, er zijn vandaag veel dames die tempo kunnen houden. En zorg er dan maar voor dat je met een groepje weg bent. Maar ja, je zag het net al, de gemiddelde snelheid ligt op 43,8, 43,4. En probeer dan maar eens een aantal rondjes 5,46 te rijden. Ja, dat is lastig. Dan blaas je eigen helemaal op. Ja. Nee, dan moet je goed teamwerk hebben. En ook met vrouwen hebben in de kopgroep die mee willen doen. Maar goed, als die dames die we er nu voorin zien rijden, als die dit tempo blijven houden... Dan gaat het dadelijk breken, dat kan niet anders. Nee, het peloton ligt nu echt op één lint. En op dat soort momenten komt er inderdaad vaak een punt dat het gaat breken. Daar hebben we ook een beeld van de stand in de wedstrijd. Zagen we dat weer... Visser voorbij komen. Kleibeuker, Achtereken, Vermeer, Kiel. Engbers, de dames die we eigenlijk al de hele wedstrijd voorin hebben gezien. Als er zo gereden wordt, dan worden er ook een aantal dames gespaard. Ja. Nou ja, Schouten en Lolo. Daarachter zien we weer Marijke Groenewoud. Ja, die houdt ze goed in de gaten. Veel dames de handjes op de knietjes. Weer de dames van Mastermind. Chantal Hendricks. En Kleibeuker, Karin. Ja, Manon die er nu nog even vandoor gaat.
Ja, ik vind het toch knap van haar dat ze dat... zie je de kijker van wie krijg ik mee. Ja. Karin rijdt momenteel voorzichtig op kop. Ja, ze weten allemaal dat, dat Manon natuurlijk geen 30 rondjes in de eentje kan rijden. Nee. Nee, en er zijn voldoende teams die dat dichtrijden. Van de Geest met Schouten. En Lisa hebben we in het verleden wel zien wegrijden uit het peloton. Die kan dat ook. Ja, dat is een dame van het wegrijden. Schouten. Dan zien we Visser, Kleibeuker. Maar ik vind het ontzettend knap van Visser, die zich zo bemoeit met de wedstrijd. Ja. Bij elke tempoversnelling hebben we er eigenlijk al gezien. Die zit er continu bij. Ze kan het gewoon niet laten, dat zie je aan de manier van rijden. Goed, ik weet niet of je dat gezien of gevolgd hebt vandaag op Facebook, maar je kon aangeven wie er vanavond ging winnen. Ja, die heb ik inderdaad voorbij zien komen. Je hebt het waarschijnlijk wel voorbij zien komen. Ja. Ja, het is altijd lastig, maar ik denk dat Irene wel weer een grote kans gaat hebben vandaag. Die maakt een grote kans, maar Lolo heeft nog geen meter werk gedaan. Nee, dat is zeker helemaal waar. Helemaal niets. Visser gaat nu toch eens kijken van, dames, neem het nou eens over. Ja, het zou natuurlijk kunnen als Lolo en Irene zo van naar elkaar gaan kijken dat iemand anders weer vandoor gaat. Sarah van Vliet. Ja, we zijn vanavond gestart met 75 dames. Dat is toch weer een behoorlijk peloton? Dat is zeker een behoorlijk peloton. Toch mooi om te zien wat je nu ook bij die belofte dames eigenlijk ziet. Nu natuurlijk 7 wedstrijden rijden dit jaar. Ja. Dat, de animo is groot bij de dames schaatsen. Ja, zeker. De eerste wedstrijd in Amsterdam dat ze reden, stond er een behoorlijk peloton aan de start. Het is mooi om te zien. Nou, gelukkig. Ja. Nee, het is populair nog. Diebertje van Kalken. Ja, mijn ploeggenootje die probeert mee te gaan. Ja. Ja, Diewertje werd in de laatste jaar als junior A ook Nederlands kampioen. Ja, dat klopt. Na een aantal vierde plaatsen. Ja. Eindelijk de winst. Eindelijk de winst toen. Ja, is ook een dame die hard kan rijden. Hoe zadig is het? Moetje van Kalken, Agnie Halsma. Maar ze gaat niet volhouden, denk ik, als ik zo kijk naar Diewertje. Nee. Nee, er zijn natuurlijk echte gangmakers die de snelheid er weer in gooien. Agnie Halsma. Dan nog een slokje. Ja. Beetje buskruid in de benen kweken. Binnen de 25 ronden mogen ze geen verzorging meer. Is het weer Kamminga? Samen met de wagenmaker. Ja, ik hoorde net al hierover speakers nu. Evelien Fijn. De dame van 17 jaar. Ja, die rijdt sterk dit seizoen. Die rijdt heel sterk. Ook jaren geïnlined, alleen op marathon rijdt ze. Klopt. Dus ze heeft een duidelijke keuze gemaakt. Ja, en een goede keuze zo te zien. En een hele goede keuze. Ja, dat is een heel leuk verhaal. Dat meisje dat
wat ken ik al vanuit het inline skaten, dat ze 6 of 7 was. En als je in die tijd aan haar vroeg, wat ga je laten doen, wat wil je worden, dan zei ze, ik ga Olympische Spelen schaatsen. Ja, daar is ze hard op weg. Dan is ze heel hard op weg om dat te gaan halen. En wat ze in haar hoofd heeft, dat... Ja, een meid met veel pit. Met heel veel pit, ja. Ja, ze doet me altijd ook wel een beetje denken aan Esmee Visser. Gewoon hard kunnen rijden, ook slim. Ja, als je, ik denk zoals die Visser ook vanavond ziet rijden, ze weet exact wat ze kan. Ja. Je ziet het met die lange baanwedstrijden afgelopen weekend. In het begin denk je, nou, gaat dat om worden? En je ziet er hier vandaag op, eigenlijk domineert ze de wedstrijd. Ja, echt, ze zit overal bij, rijdt continu op kop. Achter Eekten. Wagenmaker. Kleibeuker. Nog 19 rondjes op het bord. Zo naderen we het einde. We zouden nog kunnen opschrijven wie er gaat winnen vanavond. Dat zouden we dus kunnen doen. Jij zei net Schouten. Ja, dat blijft. Schouten. Ja, ik blijf erbij. Jij blijft op Schouten. Ja, dan schrijf ik iets anders op. Goed. Ja. Dan ben ik toch genoodzaakt om op Lolo te zetten. Ja. Op Lolo Brigida. Ja, het gaat wel een strijd tussen de twee worden. Want ja, ik denk met deze ronde nog te gaan dat we geen actie meer kunnen verwachten van een groepje dat probeert weg te komen. Nee. Nee, het gaat waarschijnlijk inderdaad naar een massasprint. Je ziet toch al wat spanning komen in het peloton. Is het ook, er rijdt nog een behoorlijke club. Ja, er moeten weinig meiden af. Weinig meiden die er afgaan. Dat zag je in het verleden wel anders. Ja, nou ja, vorig jaar was een sloopkoers. Dus echt een sloopkoers, ja. Klopt. Toen bleef er niet veel meer over. Ja, er zijn natuurlijk nu ook heel veel dames bij die gewoon tempo houden. Ja, en dan, nou ja, we hadden het net al over, je komt gewoon niet weg. Nee. Kleibeuker, die houdt het tempo, die gaat waarschijnlijk op ronde 8 nog weer op kop rijden. Ja, en dan blijft ze daar wel even een tijdje rijden. Mooi voor inrijdend vanavond. Maar die heeft behoorlijk gefietst van de zomer, geloof ik. En ook nog geskiwerd weer. Ja. Ja, dat heb ik inderdaad voorbij zien komen op de fiets. Je ziet het, je moet met de armen los om er voorbij te komen. En dan geven ze een klein beetje gas in de bocht. Ja, dan ben je weg. En dan ben je gewoon weer weg. Dan kun je bijna weer midden in het peloton gaan zitten. 15 rondes. Kleibeuker van de Molen. Ja, maar natuurlijk die een aantal jaren geleden in het wit reed. Ja. Van Mare. Ritjalma. Gewoon onderdoor. En je ziet Schouten al loeren. Wie wat doet. Die kijkt alleen maar wat doet Kleibeuken. De dames rijden al alsof ze in de laatste 5 ronden zitten. Ja, zo ziet het er inderdaad uit. Heel overspannen. Iedereen is al aan het formeren. Aan het formeren en zoeken. Je ziet de armpjes worden gebruikt. Weer is het Visser daar aan de leiding. Ja, Karin is blij met haar vandaag. Ja, inderdaad, want meestal moet zij de klusjes klaren. Maar ja. Visser achter Eekten. Ja.
Visser gaat er toch even van de kop af. Maar duikt er gelijk weer tussen. Ja, ze zakt niet ver weg. Schouten erachter. Samen met Lolo. Lolo Brigida, de dame natuurlijk goed herkenbaar vanavond in het oranje. Valpartij. Van Team Turner is dat Diebertje van Kalken die viel. Ja, Merel Bosma die daar alweer wegrijdt. Dat is best pas Bosma. Daar weer iemand van IN Farming. Kleibuiken blijft stampen. Tjalma voor Peters. Ja, Bosma die nu alles op alles zet om nog erbij te komen. Maar dat zal lastig worden. Ja, het tempo ligt nu heel hoog. Tempo ligt nu zo ontzettend hoog. Je ziet het, hoe zenuwachtig ze worden. Ja. Ja, Visser denkt nogmaals van... We gaan er weer voor. We gaan er weer voor. Van de molen. Daar de aanwijzingen van de coach. Van de paletformatie. Ja, die zijn inmiddels ook aan het formeren. Die weten ook dat ze om Karine heen moeten om iets te kunnen. Ja, nog 9 ronden te gaan. Dames en heren, Visser daar aan de leiding. Eigenlijk de hele wedstrijd voorin. Van Kleibeuker. Van de Molen. Ineke Dedde. Iris van de Stelt. Want die hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Iris van de Stelt, want die kan natuurlijk ook nog sprinten. Ja. Maar of die de snelheid genoeg heeft voor... Kijk, kijk, kijk. Hij gaat wagen maken. Ja, die weet ook dat ze iets moet proberen nu. Met nog 7 rondjes te gaan. Nou, en anders natuurlijk, Kamminga in stelling brengen. Ja. Maar waar is Kamminga? Die zit geformeerd vlak achter Lolo. Volgens mij zit Van Maren daarvoor. Ja, zo te zien. Ja, ja, het gaat nu hard. Het gaat nu echt hard. 6 rondjes. We gaan dus met het peloton. We gaan dus voor een eindsprint. Snelste ronde. 28-9. Nauta Wagenmaker. Chantal Hendricks. Kleibeuker met Van de Molen. Daarachter Eken zien we weer naar voren schuiven. Is ook volgens mij geen dame die dat... Die dat fijn vindt om in zo'n groot peloton te rijden. Kan ook de snelheid aan om er niet in te rijden. Kijk. Janneke Ensing die we nu ook van voren zien. Ensing. Mooi te zien. Achterrekening. Die kijkt even op de linkerschouder. Maar we kunnen haar in haar oor fluisteren. Ze hoeft zich geen zorgen te maken. Nee. Kleibeuken zit er echt wel achter. Ja, die zoekt het wel op. Vier rondjes. Ja, er is spanning. Ja, er is een enorme spanning. Maar het gaat dus één lange rek lint. Dus ze hoeven niet meer aan elkaar te zitten. Nee. Ah, wat me opvalt is dat Lolo niet meer achter Irene zit. Nee, dat mag ze. Al houden ze elkaar goed in de gaten, hè? Misschien heeft Irene wel gezegd, ik voel me niet zo goed vandaag. Ja. Zou zomaar kunnen. Ik trek hem vandaag niet voor je aan. Nee, want op dit moment zien we daar Groenewoud. Die zit daarachter. En die geeft natuurlijk geen meter ruimte meer nu. Nee.
Daar gaat Lolo niet meer tussen komen. En Dul die ervoor zit. Kelly zit nog achter Marijke. Dan de dames van Sius. Kijk, nou, ik dacht dat, dat ze op 8 zou gaan, maar het is op 3 dus. 2, ja, gang maken. Genoeg dames geweest die het al hebben gedaan. Niet gedaan, ja. Visser heeft voor haar de kool uit het vuur gehaald. Ja. Kijk, Dul begint gang te maken. Ah, Van der Molen sterk vanavond. Heel sterk. Ja, die rijdt goed van voren. Lastig seizoen vorig jaar. Ja, vorige week helaas net 4e. Ja, voelde net naast. Ja, nu zet de Sius trein wel hard aan. Kijk, ja, ja. Wat een finale. Met Dul, Schouten, Groenewoud en Schouten. De broer van de toe Kelly. Waar de dame in het oranje. Ik weet niet of dat helemaal goed ging. Dat betwijfel ik mij ook. Wat Elisa Dul daar deed. Maar op dit moment Schouten aan de leiding. Groenewoud in tweede positie. Groenewoud zit er ook in. Dat wordt nummer 8. Dat wordt nummer 8. Groenewoud daar kort achteraan. Ja. Dus het... Irene Schouten voor Groenewoud en Kamminga op 3. Ja. Maar we kunnen natuurlijk nu slecht speculeren. Wat zou er gebeurd zijn als Elisa Dul dat niet had gedaan? Lolo moest ver uitwijken in ieder geval. Heel ver uitwijken, ja. Dan gaat hij niet blij mee zijn. Zit in principe heel goed achter Kamminga, maar verloor de snelheid. Ja. Dus ik denk zelfs, als ik het nu zie, dat Kelly Schouten op 4... Ja. Schouten met nummer 8. Hier in Heerenveen. Onvoorstelbaar. Ja, dat zijn veel overwinningen. Zijn veel, maar je hebt de prijs gewonnen vanavond. Ah, Groenewoud weer sterk. Blijft natuurlijk in het wit. Ja, die zat er echt dicht achter vandaag. Ja. Ja, dan lijkt het er zelfs op van, had ze er niet voorbij gekund. Nou, ik heb bij Groenewoud altijd een beetje het idee dat het wel lukt. Want het dan denkt, ja, of ze inhoudt. Maar hij heeft er vaak zelf een andere mening over. Ja, ik vraag het wel eens aan en dan zegt ze, nee, ik kon niet meer. Nee, die herken ik. Van de Molen, uiteindelijk het 8e gefinished. Liep mooi mee tot in die laatste ronde. Je ziet wel wat vagende gezichten bij de dames. De Kleibeuker, ja, die heeft een makkelijke avond gehad. Kijk naar Visser. Naar de voorlopige uitslag. De voorlopige uitslag. Schouten, Groenewoud, Kamminga. En dan net naast het podium zagen we Kelly Schouten. En dan Lolo Vricina, Francesca. Irene Schouten, eerste overwinning van het seizoen. Hoe lekker is dat? Ja, mooi. Ja, het was echt weer ook dankzij Corine. Het was echt wel een snelle wedstrijd. En uiteindelijk die laatste 2 ronden, volgens mij deden jullie het perfect. Ja, Corine, weet je, die kan het tempo gewoon zo hoog houden dat er gewoon niemand eigenlijk wegkomt. En nou ja, dan komt het op een sprint aan en dan gelukkig kan ik goed sprinten. Dus dat... Het was natuurlijk een mooie sprint voor jou. Weet je, het klassenverschil was behoorlijk groot. Is het niet een beetje saai dat Karin alles bij elkaar houdt? Normaal gesproken ben ik best wel actief in de wedstrijd. Deze wedstrijd helemaal niet, omdat ik 2 meiden achter me had die echt geen seconde achter me vandaan kwam. En ik wou graag, of kwamen, en ik wilde gewoon graag de 8e pakken. Ja, natuurlijk een fantastische reeks. 8 wedstrijden in 10,5 achter elkaar gewonnen. Jij gaat nu de World Cups in, hè? Ja, ik rijd voorlopig helaas geen marathon meer. Maar ja, ik ga eerst drie World Cups ga ik naartoe. Succes in het internationale schaatswereldje. Dankjewel.
Zo, dames en heren, dat was de dameskoers hier vanavond in Heerenveen. Met Berbe Vonk. Berbe, ja. Bedankt. Ja, ook bedankt. Het was, was leuk om je hierbij te hebben. Ja. En we hopen natuurlijk snel op je herstel. Gaat en dat we je doen. Snel weer terugzien in het peloton. En anders volgend jaar weer op de wieltjes. Ja, ik doe mijn best. Ja, we gaan het zien. Goed zo. Hey, bedankt. Ja, ook bedankt. Hoi. Doei.